Nee, dat kan echt. Nee, dat kan ook niet. We hebben geen geld voor. Nee, dat kunnen ze niet aan. Nee, dit. Hij zegt, zeg nou eens een keer gewoon ja. Hans Becker. Ik kwam er bij Humanitas. Ik zag geen honden, geen poezen, niks. Dus ik zei, het was groot, hè, 3600, 10.000 cliënten, 30 van die dingen, 11 miljoen per maand uitgeven. Ik denk, hoe kan het nou dat er allemaal geen poezen en geen honden zijn? Toen zei ze, ja, maar dat mag niet. Ik zeg, dat mag niet. Ik zeg, nou ja, laten we dat dan maar veranderen. Hè? Dus, mocht niet. En daar kwam ik eigenlijk achter, was een oude mevrouw, die had na 65 jaar de man verloren. Moest ze naar het verpleeghuis, had ze nog een hondje van 13,5 jaar. Ja, dat moest toen afgemaakt worden naar het stikhok, zeggen ze dan in Rotterdam. Hè? Want dat kon niet in het verpleeghuis. Dus nou, het mens werd natuurlijk psychisch helemaal in. Die is nooit meer er goed uitgekomen. Ik hoorde dat en ik zei, nou, ik ga gelijk de zaak veranderen. De mensen mogen allemaal één knuffeldier meenemen. Of een hond, of een poes, of een cavia, of wat het dan ook mogen zijn. Hè? Nou, prima, goed idee. Hè? Dus top-down nog steeds. Hè? En toevallig loop ik nog eens een keer door zo'n instelling, zie ik ook een mevrouw huilen. En dat was echt grappig. Die was net gekomen. Die had twee poesjes van 12,5 jaar, zusjes. Had ze tegen haar gezegd, ja mevrouw, moet u luisteren, want meneer Becker boven die heeft besloten, mag alleen maar één. Dus u moet nou beslissen welke er afgemaakt wordt. Of kan je indenken, zo gek zit zo'n samenleving in elkaar. Zo is die echt. Nou, dat was dus daar. Ik heb gelijk gezegd, nou is het afgelopen. Iedereen mag zoveel meenemen als die wil. Ja, toen kwam er weer een zuster naar me toe die zei, God meneer Becker, we hebben een probleem. Ik zeg, oh. Ik zei, nou, ik heb niet zoveel problemen, maar als ik begrijp, heb jij een probleem. Als je dat snetprobleem van jou naar mij vertelt, dan los ik het voor je op. Dan ben ik van het gezeik af en ik hoop dat jij tevreden en gelukkig bent. Hè? Daar gaat het tenslotte om. Ja, was goed. Ik zei, wat is dat probleem? Nou, we hebben een kamer op de derde etage van ons grootste verpleeghuis. Dat is Acropolis. En daar staat al vier dagen leeg. Want ik zeg, oh ja, dat is waarom dan? Ja, die mevrouw wilde er alleen met vijf katten. Ik zeg, ja. Ja. Ik zeg, wat is nou dat probleem? Ze zegt, nou, vijf katten. Ik zeg, ja, toen was ik 65. Ik ben wel 65, maar ik ben nog niet doof. Maar wat is het probleem? Ja, dat is toch veel? Ik zeg, ja, veel, veel. Ik zeg, ik lees altijd die stukjes in die kranten. Een vrouw met 70 katten met zo'n dikke laag stront. Vind ik altijd wel interessant, hè? Ik zeg, veel, veel. Ze zegt, ja, maar als iedereen nou vijf katten neemt. Ik zeg, nou, ik ben econoom van achtergrond, hè. Ik kan goed rekenen, we hebben 10.000 cliënten. Dus dan zouden we 50.000 katten hebben. Ik zeg, maar ik wil dit soort onzinvragen eigenlijk niet zo... heb ik eigenlijk niet zoveel zin in om dat op te lossen. Hè. Want, joh, we hebben een ja-cultuur. En het is dus... je kan geen nee zeggen. Dus zoek het maar uit. Ze zegt, ja, maar... Ik zeg, maar want dit is inderdaad een probleem. Eigenlijk is het mijn probleem. Zo'n kamer brengt 50 euro per dag op. Dus als die vier dagen leeg staat, 600 euro. En ik moet zorgen dat we niet failliet gaan. Hè? Dus ik ben wel blij dat je mijn probleem eigenlijk tot jou gemaakt hebt. Maar maak het nou maar af. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ik zeg, ik kan niet iedereen voor gaan zeggen. We hebben een ja-cultuur. Ga er vanmorgen naartoe. En vanmiddag hoor ik van jou dat die mevrouw erin zit. Want dat is dan de bedoeling. Nou, ze kwam. 'S middags. Ik zeg, nou, ik hoef niet te vragen hoe het gegaan is, want je ziet er erg vrolijk uit. Ze zegt, ja, ik zeg, hoe ben je begonnen? Ze zegt, nou, ik heb aan die mevrouw gevraagd, waarom wilt u vijf katten meenemen? Ik denk, ja, slimme vraag is niet zat, natuurlijk vijf katten, maar goed. Ik zeg, joh, ik wil me er ook niet mee bemoeien, maar dat is prima. Doe maar zoals jij wil. En toen had ze gezegd, hoe oud zijn die katten? Nou, die katten was er één gelukkig 24,5 jaar. Had ze gezegd, oh god, zo'n oude kat kan je toch niet verhuizen? Nou, ja, hij zit nou bij mijn dochter. Oh, heeft u een dochter? Nou, bellen met de verpleegster. Oh, ik heb hier een patiënt, noemden ze die nog. Dat wilde ik helemaal niet meer goed. Patiënt, en dus zo'n lief mens, als u maar een beetje op uw moeder lijkt. Dan zit wel, en zo bescheiden, want ze heeft een vraag. Ik zeg, gelijk, dat doet uw dochter. Nou, fijn, één kat was de weg bij de dochter. En toen kwamen er twee, toen had ze nog vier natuurlijk. Toen kwam er toevallig een oud vrouwtje langs en die katten waren afgemaakt. Hè. Ja, ik ben van voor de tijd van meneer Becker. En toen had die verpleegster, hè, want daar heb je die creativiteit van het ondernemerschap. Dat kan je ook delen. Hè. Jij creatief, jij doorzettingsvermogen, jij guts, hè. Jij empathie, jij humor. Hè. Nou, zij had er gelukkig ook een beetje creativiteit, zegt tegen die mevrouw die langs liep. God,
Oh, dus u wilt graag katten. Mevrouw, vindt u het ergens twee van uw katten, Mipsy of Mopsy of hoe die beesten ook heten, naar deze mevrouw gaan? Dan, want u ziet ze dan toch, het is hier, nou, probleem opgelost. Nou, dat is dus de ja-cultuur. De ja-cultuur is dus niet dat alles kan. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Niet alles kan. Kan ook geen gouden deurknop, echte gouden deurknoppen gaan maken. Maar het is wel zo dat je in dialoog, niet in discussie om te winnen, maar in dialoog een eind komt. En als je met ja begint. En nou, ik geef een voorbeeld. Wij hadden ook geen geld voor een zwembad. Een zwembad is prachtig, hè. Maar ik kwam een vrouw naar me toe. Mag ik u wat vragen? Ik zei, ja, natuurlijk mag ik wat vragen. Ja, wanneer kan dat dan? Ik zeg, nou, u bent al bezig. Ik weet niet of u het in de gaten hebt. Zeg maar wat u op uw hart heeft. Nou, ik wil hier een zwembad. Nou, een zwembad is vreselijk duur en er is veel plaats. Zo'n plaats heb je dan zeker nodig. Had ik niet. Nou, ik mag geen nee zeggen, want die ja-cultuur die geldt ook voor mij. Hè? Dus ik zeg, god, mevrouw, wat een leuk idee. Waar wilt u het hebben? U heeft vast een goede plaats uitgezocht. Nou, er was geen plaats, dus ze werd al onzeker. Ik zeg, en die zwembaden zijn duur. Maar we hebben in dit verpleger toch 600 cliënten. Heeft u vast uw mede-cliënten gevraagd of ze allemaal 5.000 euro per jaar mee bij kunnen dragen? Hebben we 600.000 euro, dan gaat het prima. Nou, geen dubbeltje natuurlijk, hè. Oude mensen die zijn krenterig en ze worden steeds... Ik merk het al bij mezelf, ik ben 75. Hè. Dus er komt echt geen dubbeltje uit. Dus zij werd, ja, dat is moeilijk. Ik zeg, nee, dan gaat niet de discussie om te winnen, maar de dialoog. He, dus ik zeg die mevrouw, god, maar waarom wilt u zo graag een zwembad, mevrouw? Ze zegt, ja, het is eigenlijk een beetje geheim, want ik hang er niet mee aan de grote klok. Maar ik ben incontinent, dat blijft steeds maar lopen en dan wil ik badderen. Ik zeg, ja, dat kan ik me wel indenken, mevrouw. Maar daar is eigenlijk een zwembad niet voor, hè? Want dan zwemt een ander in uw afgeweekte urine. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Maar ik heb het al gehoord. Wat u nodig heeft, is een bubbelbad. En een bubbelbad, het kost 5.000 euro. En daar hebben we, dat is een kamertje. Dus geen probleem. Probleem opgelost. En dit is dus de aanpak. Kijk, als je steeds maar nee hoort... Nou, laat ik het zo zeggen... Hoe hoger je zit, hoe minder je last hebt van de nee-cultuur. Ik was daar aan, CEO heet het tegenwoordig, algemeen directeur. Ik zat er aan de top. Dus ik heb er niet zo'n last van. Als er iemand komt, ja, maar meneer Becker, al die rollen in de katten, moeten wij die rotsen opruimen. Dan kan ik nog even, dat heb ik geleerd, vriendelijk aanhoren. Psychologisch, zou ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment kan ik de heel rotte op naar straat van de deur gaan naar de concurrent, gaan naar Laurens of naar Aafje. Dan ben ik er vanaf. Dat kan, als je aan de top zit. Maar hoe, en daaronder, de onderdirecteuren, de teamleiders, de coördinatoren, die hebben allemaal nog... Maar hoe lager je komt, hoe minder mogelijkheden je hebt. Hè? Het begint al bij de werkster en de schoonmaker, wordt al minder. Maar daaronder zitten die zielige cliënten, die ik, hè, die ze dan meestal nog patiënten gaan noemen. En daaronder de familie. Ja, die worden gefrustreerd. Die krijgen steeds maar nee, en het lukt niet, en het kan niet, en dit, de huisregels en de brandweer. Weet je, dus... En bij mij kan er natuurlijk ook een hoop niet, maar wat wel kan, is met ja beginnen. En gewoon in dialoog kijken naar wat is er nou aan de hand. En als het dan niet gaat, dan zijn die mensen niet gefrustreerd, want ze zeggen, joh, ze hebben er alles aan gedaan. Achteraf was het een stomme vraag. Maar meestal kom je wel halverwege uit, hoor, en dan kom je in eind. Nou, dat is die ja-cultuur.